ik vind het echt, drie, ik vind het best wel eng. Twee, oh, check om je heen, check om je heen. Oh shit. Oh. Yo. Wow. Oh. Oh, ik zie het niet. Waar ben ik? Dag lieve mensen van Het Games. Wat ongelooflijk vet dat jullie kijken naar wellicht de laatste aflevering van Ark Scorched Earth. Jongens, vandaag is denk ik wel het hoogtepunt van de hele serie. Ik heb zoveel leuke, plezierige afleveringen voor jullie gemaakt. Maar aan alles komt een einde. En zo ga ik vandaag met mijn makker Don op pad. We gaan vandaag de Manticore verslaan. En nee, ik twijfel niet. Mijn ongebruikte Rexenleger, jongens. Ze gaan het vandaag doen. Daar staan ze allemaal te wachten om eindelijk te vechten. Ik had ze niet nodig tegen de Wyvern Riders. Nee, die heb ik zonder hen kapot gemaakt. Maar nu, jongens, zijn ze onmisbaar. Ik heb ze nodig. En nu denken jullie misschien, ja, de Manticore, die hebben Joost Rudy al verslagen. Ja, dat denk je, hè? Ja, op easy natuurlijk. Don en ik, wij pakken het even wat beter aan. Wij gaan namelijk de Manticore op medium verslaan. En ik sta trouwens op de poort. Vraag me niet waarom. Het is best wel suicidaal als ik hier sta. Maar dan maakt me niks uit. We gaan hier naar beneden. We springen hier even op. Hoppakee. En we springen zo over. Hoppakee. Om zo weinig mogelijk fall damage te krijgen. Perfect. Ik heb ook wat voorbereidingen gedaan. Ik heb bijvoorbeeld 3 rocket launchers. Heel erg veel homing missiles. Die kunnen we super goed gebruiken natuurlijk. Die zijn denk ik wel het handigst tegen dat beest. Ja, verder heb ik mijn combo bow en mijn sniper bij me. Maar ik weet niet echt of ik daar iets aan heb. De T-Rexen moeten alles gaan doen. Poempie, wat ben je nou aan het doen, Poempie? Kom even hier, Poempie. Jij hoort in het hok te zitten, jongen. Ja, jongens, het spijt me dat. Oh shit, hier is weer ingebroken. Ja, fuck it. Gaan we nu niet repairen. Dat gaan we later een keertje doen. Dus waarschijnlijk weer iemand heen gebeukt of whatever. Maar dat hele tuintje, jongens. Ik laat het een beetje zitten, hoor. Ik bedoel, ik ben er wel een beetje klaar mee met dat stomme landbouw gebeuren. Ik heb hier de artifacts neergepleurd. Niet echt goed voor mijn OCD. Er zit veel ruimte tussen. Het is niet symmetrisch, maar dat maakt niet uit. Ik wilde mijn pillars bedekken. Daar gaat het om. Verder heb ik best veel talons bij me. Ja, deze heb ik van de Wyvern Riders genakt. Je hebt er 10 nodig voor medium. Dit is niet genoeg. Maar Don heeft volgens mij ook nog een hele zoot. Dus dat komt allemaal helemaal goed. Don kan hier trouwens elk moment komen. En dan ga ik samen met de man het doen. We gaan gewoon naar een andere wereld toe. Ik ben heel erg benieuwd. Jongens, dit is zo verrekte spannend, hé. Ik wil die tech items namelijk best wel graag unlocken. En het is gewoon zo chill om dat beest te verslaan, hé. Come on, man. Ik heb ook al vlak armor aan natuurlijk. Altijd handig. En ik ben momenteel met mijn medic. Die staat hier nu. Ik weet niet wat hij hier doet. Maar ben ik even mijn T-Rex aan het healen. Dus die zijn nu allemaal lekker geheeld als het goed is. Zo jongens, ik heb even wat kantines gemaakt. Want Don die fixt namelijk stimulants. En stimulants is om je torpel laag te houden. Dus dat je niet knockie gaat. Wat wellicht heel erg handig kan zijn. Aangezien de Manticore van die dorens kan schieten. Net als de Thorny Dragon. Dus dat kunnen we gebruiken. En als je stimulants inneemt, dan gaat je water keihard naar beneden. Dus we kunnen heel veel water gebruiken. Vandaar dat ik dus ook 4 canteens meeneem. Ja, ik heb ook trouwens een andere scope op mijn sniper. Ja, die heb ik ook van de Wyvern Riders genakt. Die raid was zo sick, hé. Zo, jongens. Ik ben nu al mijn T-Rex even aan het level uppen. En natuurlijk allemaal in mijn melee damage. Hoho, deze zijn zo sterk allemaal, hé. Allemaal wel 1200%, jongens. Dit gaat echt lekker, hé. Drop ook echt allemaal eieren, hè. Maar waarom? Waarom zoveel eggs, hé? Dankjewel. Ik pak ze allemaal wel op daar niet van. Dat is wel lekker, eten en zo. Maar dit zijn er wel echt belachelijk veel. Ik heb er nu al 4 te pakken, hé. Harm, ik ben er. Don. Oh, daar ben je. Op Ernie. Yeah. Hoe is het ermee? Ja, ik denk, ik neem mijn biggetje even mee. Ja, oh. Lekker hoor. Wow. Wow, gloedjes en zo. Ja. Ik heb hem ook echt volgestampt met voer. Dus ik hoop dat hij voorlopig wel even. Och, ik zie het, ja. Goed zit. Holy shit. Lekker veel vinties. Ja. Ernie laat ik daar wel eventjes, maar dat vind je vast niet erg. Nee, no problem. Okay. Als hij me niet poept. Ja, hij heeft nu al 2 keer gepoept. Ja, hij voelt zich meteen ik thuis, weet niet hè. Wat het is met zijn darmen hoor. Maar echt, ja. na al die draken, een stukje hoor. Vliegen, gewoon gelijk kakken. Ja. Heb je een beetje kunnen genieten van je extra chill loot van de Wyvern Riders? Ja, moet je eens kijken. Je pump action shotgun. Pumpie. Lekker hoor. Ja hoor. Ziet er goed uit. Oh, en dan moet ik ook even de rest van mijn gear gaan aandoen. Want het wordt tijd bij het beestje. Ik kon net je mooie torso zien, je mooie gestrakke gespierde lichaam. Maar ja, jammer. Niks mee te maken. Harm, ik heb overigens ook nog wat voor jou. Dat is... Dit. Oh ja, nice. Dit en die. De Medical Bruce, ja hoor. Ja, de Medical Bruce. Ze zijn weer van toepassing. Zo, wieso? En voor de rest heb ik eigenlijk niks voor je. Volgens mij heb je jezelf wel goed kunnen voorzien in de tussentijd. Ja. Nou, en nu, ik moet je eigenlijk jou ook een cadeautje geven. Ik zal even kijken of ik iets heb hoor. Ik heb het niet echt voorbereid. Oh ja, ik heb iets leuks. Neem 4 Rex Eggs. Oh ja, die kan je eten natuurlijk. Ik kan ze eten. Het is lekker eten. Ja?
Ja, oeh, dat vult aardig hoor. Oké, handig. Ja, het voornamelijk voor helft bijvullen lijkt me. Ja, zullen we aan de gang gaan? Want de rode toren, of de groene toren is hier. Dus we hoeven eigenlijk maar een klein stukje te lopen. Van? Ik heb 2 fire talents, 2 poison en 2 lightning. Dat komt perfect uit, want dan hebben we meer dan 10 en dat klopt en dat is mooi. Dan kunnen we medium doen, als het goed dan is. Kunnen we medium doen, yes. Yes. Ja. Zal ik jou dan de talents geven? En dan doe ik uiteindelijk de artifacts erin en dan hebben we het compleet. Yeah. Oh ja, die heb je natuurlijk ook bij je. Ja. Kijk, ik heb ze heel mooi opgesteld. Moet je even zien hoor. Oh, dat ga ik wel even kijken. Echt, waarom stacken jullie allemaal movement speed? Dat is zo zinloos. Ze staan er mooi bij hoor. Nou, het is niet echt goed voor je OCD. Ze staan een beetje uit elkaar, maar... er zit echt een enorme gap tussen. Ja, maar ik dacht, wat moet ik nou doen? Moet ik ze netjes naast elkaar zetten of moet ik die pillars weghalen, weet je? Want ze staan op pillars. Oh ja, nu zie ik het, ja. Ik kon mooi wegwerken, maar ja, fuck it. Niet opletten, we gaan gewoon het beest kapot maken. Ja, mee eens. Voor medium kan je volgens mij iets van 20 dino's gebruiken. Nou, dan nemen we dus de Daodon mee. Ja, nee, Daodon. Je moet het zeg maar apart spellen. Ja, maar ik zeg het zoals jij het hebt geschreven. Dus Daodon. Nee, het is gewoon D-A-O. Oh, D. Don. Vandaar dat de spaties ertussen. Ja, want Don. Ja. Nice. Nou, oké, goed. Dan nemen we die dus mee. Dat is al eentje. En ik heb hier nog zo T-Rexen staan. Dus ik zou zeggen, zoek er een paar uit. Eentje die je leuk vindt. Ik zie al iets met een paar groen straaltjes, zeg ik al. Ja, ik heb hier ook zo'n scheidbeest staan. Oh, wacht. Dit is echt een schande. Ik heb gewoon 1 T-Rex. Heb ik gewoon nog geen naam gegeven. Die heet gewoon Rex. Ja, bedenk even een leuke naam voor dit beest. Want ik noem ze allemaal met drinken. Alles heeft met drinken te maken. Dus iedereen, Double Fresh. Ja? Dubbelvissen hebben we al. Oh ja, die zie ik al. Kut, ja. Bourgondische wijn. Ja. Doe maar, jij mag hem noemen. Okay. Bourgondische wijn. Hopelijk schrijf ik het smaak. Goed hoor. B-O-U, toch? Volgens mij zoiets. Ja, Bourgondische wijn, ja. Nou, het is een beetje hiërarchisch opgesteld. Dus hiervoor staan de hoogste levels. Hierachter staan, het is op level gesorteerd. Ja. Dus ik zou zeggen, neem sowieso de voorste mee. En ja, dit zijn echt de oudste, dit zijn de parents. Want ik had dus 1 ei ooit genakt van de River Riders. Uh-huh. Dan kreeg ik een mannetje en een vrouwtje uit. Dus, en daar heb ik dus dit leger van kunnen maken. Oké, dus koffie en thee, die moeten blijven. Dat zijn... Nee, die moeten... Ja, of ze blijven, of we nemen ze juist mee. Wat denk je wat slim is? Ja, ik bedoel, als het de eerste keer niet lukt, dan heb je die elke keer weer als ouders. Waardoor je en als ze doodgaan, is het wel ziek zonde, want dit zijn wel de oudste. Ja, daarom. Laten we gewoon vanaf Fristy en dan terugwerken. Ja, dan gaan we alles meenemen. De melee damage van Fristy zo zijn niet super hoog. Dus van de tweede rang, die hebben echt bijna allemaal 1200%. Oké. Maar ja, het gaat ook gewoon meer ook om HP. Het gaat om de langdurigheid. Klopt, deze hebben echt zieke HP allemaal. Deze 70k. Dus ik stel voor om, pak gewoon alles hiervoor. En we kunnen er toch echt bijna alles meenemen. Dus, jij gaat ze gewoon handmatig lopen? Ik ga ze er gewoon doorheen beuken, joh. En we moeten ergens over de muur heen. Want ik kan ze niet door die poort heen doen. Oké, ik pak die heen op de hoek wel. Ja, is goed. Ik kom hier niet weg. Ik kom gewoon niet weg. Zo. Beuken! Ja, ik moet die poort slopen door, want volgens mij kan ik hier niet doorheen. Oh wel, ik raak er gewoon heen. Erheen glippen. Ja, nice, oké. Ik zou zeggen, zet ze vast allemaal op het plateau neer. Ja, is goed. Hopelijk worden ze daar niet aangevallen. Nee, vast niet, joh. Ja, het kan zo gebeuren, wolf hier. Hoor. Hier, een wolf, hoppakee. Hartstikke dood. Maar 600 damage. Weet je nog hoeveel damage die in een rex van dingetje deed? Ja, dat was toch net iets meer, maar... 1600, Harm. Ja, dat... komen we aan met onze lullige klotengetallen. Lullige... Ja, dit is de 1/3. Wacht. Ik heb nog wel een paar die nog iets beter zijn. Oké, dus hoeveel konden we neerzetten? 20 in totaal, zei je? Ja, ik meen het 20. Ik denk niet dat het handig is. Ik bedoel, we hebben echt wel genoeg aan 10. Of 8 al, volgens mij. En ik denk dat het gewoon handig is dat we in totaal 10 dino's meenemen. Ja, is prima. Vergeet mijn biggetje niet, hè? Nee, precies. Dus 9 T-Rexen. Want anders krijg je ook zoiets van... Je kan ze uiteindelijk ook niet meer kwijt op het plateau.
Precies. Ja, dan moeten ze echt al in elkaar staan te wurmen. En ik weet niet wat er allemaal gebeurt, maar ja, de kans bestaat dus dat het ook dino's despawnen als we te veel meenemen. Oeh, dat zou zonde zijn. En daar heb ik geen zin in. Nee. Ik heb geen zin dat de Bourgondische wijn opeens verdwijnt. Ja, verdwijnt. Eigenlijk had dan een van die ouders Bourgondische wijn moeten eten. Want een wijn wordt lekkerder als die ouder wordt. Een lekker rijp wijntje. Klopt, ja. Een ronde smaak. 900 door deze, ja. Oh, ja, ja. Gewoon even ja, ja. De vis mee hitten. Ik zie het al. 900, ja, dat wacht, is toch net hebben meer. Deze beesten überhaupt wel vlees? Nee, dat zou, ik zou het net zeggen, ze hebben wel vlees nodig, dus ik neem zo even al mijn vlees mee. Ja, ik zit anders ook gewoon even een paar visjes te rammen hier. Ja, klopt, dat is misschien wel handig, ja. Hoeveel doet hij voor jou? Hoeveel damage? 900, of tegen de 1000. Net geen 1000, hè, een zonde. Ik kan trouwens ook wel gewoon een paar roepen, wat de fuck ga ik ze allemaal één voor één hierheen brengen. Ja, dat hebben we nu waarschijnlijk inmiddels al in de comments gekregen. Ja. Je kan zo gewoon meefluiten. Het kan zoveel makkelijker. Wij denken kijk. Gewoon moeilijk. We zijn YouTubers. Ja. Kijk, nu heb je het gezeikel, hè. Er zit er weer eentje vast. Jongen. Ja, dat krijg je dan gelijk, hè. Dus al die grote beesten, dit kleine kutbiggetje. Ja. Hopelijk gaat zijn stamina niet echt te snel omlaag. Alright, de laatste Rex. Daar komt die. Ja, zitten we dan op voldoende? Dan hebben we 9 T-Rex als het goed is, als jij goed geteld hebt. En dus dat scheidkleine beestje. Hé, hey, mijn biggetje is geen scheidklein beestje. Ik ga eens even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11! 6. Hoezo nou weer 11? Is dat niet goed? Nou, boeien, we doen het gewoon zo. Oké. Okay. Oh, Don, het gaat gebeuren, hè? Ja, het is zover, het hoogtepunt van de serie, hè? Current tamed creatures. Alle beesten staan erbij. Oh, je kan ze ook uploaden. Alright. Ik zie het zelf, joh. Oké, top. Kijk, er zitten 3 in. Ik gooi de talents erin. Ik gooi ze gewoon allemaal erin. Boeien, die 3 maakt helemaal niks uit. Oké. En dan nu? Wat moet ik nu doen? Upload? Wat? Ja, ik weet niet. Upload character data. Ik ga ook upload character data doen. Als jullie this will lead to removal of your survivor from this arc. Nee, doe niet, Don! Nee, ik heb hem gecanceld. ik weet niet exact wat het inhoudt. Ja, dan moet je waarschijnlijk bij... Dat is gewoon iets bij anders. Bij tribute moet je dan een van die... creatures, ja. Oh, ja. Oh, wacht. Je ziet ook al creatures. Ja, je kan die beta portal kan je doen. Craft, ik kan hem craften. Ja, doe dat. Ja, ik zie het, ja. Zal ik het doen? Ja, doe maar. Dan gaat het gebeuren. Craft one of hoeveel zullen we de craften? Ja, eentje. We kunnen er maar eentje maken. Oh! Oh, daar gaan we. You will teleport in up to 10 survivors and 20 creatures. Oh ja, we kunnen 20 creatures. Oh, oké, dan zitten we safe. Oh ja, dan zitten we qua dat wel goed. Oh. 20 seconden, Arm. Don, geef een high five. Ja, doe nou niet. Dan gaat maar HP, bro. Hier, pest feeling aan. Oh, daar gaan we, man. Hij begint al. Stop. Oh, ik vind het echt. Ik vind het best wel eng. Twee, oh, check om je heen. Oh shit. Oh. Yo. Wow. Oh. Oh, ik zie het niet. Waar ben ik? Al die dino's staan in de weg. Ja, ik zit vast. Alles staat op 1 punt. Ik sta ook vast. Oké, okay, ja, even. Ja, ik zit safe. Oké, wacht. Okay, pak shit, één T-Rex. Pak T-Rex. Één T-Rex, ja? Oké, okay, ja. Als je op 1 zit, dan moet je dat zeggen. Ja, ik zit er op 1. Oké, wacht. Ik leid ze allemaal daarheen. Ik zet ze allemaal op aggressive. Attack this target. Oh, het gaat al. Oh, wat gaan we doen? Het gebeurt. Attack hem, oké. Okay. Ja, maar wij blijf rustig. Oké, okay, ja. Kijk. Ja, dit bedoel ik, Don. Hier blijven, toch? Oh, check dan. Oh, hij heeft al zoveel damage gevonden. Ik ben afgestapt. Holy shit. Ik ben gretig. Ja, oké, ik word ook gretig nu. Ik wil hem gewoon even schieten als het even kan. Hang even punt, stil. Okay. Oh, oké, ja, ik ga ook. Oké, onze T-Rex gaat waarschijnlijk ook die kant op zo, maar dat maakt niet uit. Come on. Oké, ik wil hem blokken. Ik lok hem. Come on. Oh, ja, ik lekker, schiet gewoon handmatig, hoor. Het doet bijna geen damage, maar dat maakt niet uit. Mol houden. Dus tenminste een beetje damage nu die nog in de lucht zit. Al die T-Rexen wachten hem op, jongen. Ze gaan hem kapot slopen zometeen. Komt-ie. Ja, daar komt-ie. Pak ja, hem pak, met pak damage. Hem. Ja. Oh, ja, lekker. Ja, hij moet echt goed, op de hoor. Grond zitten. Ja, oh, oké, okay, dan gaan onze T-Rexen. Nee, ja, boeien. Nee, Sprite, kom terug. Stom drankje. Nee, pas op. Pas op die torpor. Ik ben geraakt inderdaad. Ja, neem anders zo'n Hydra dingetje. Ja, ik wacht even. Als ik dat ding maar echt omhoog zie gaan, dan ga ik het doen, ja. Oh, die T-Rexen, jongen. Ja, ze gaan er echt flink op af, hoor. Ja, die homing missiles van mij doen... Oh, ik schiet gewoon. Ik weet niet wat het doet. Oh, vol ja, op de berg.
Ja, Don, dat heeft geen zin. Wat? Oh, joh, oh ja, we hebben een Deathworm gekillt. Ik heb nog niet eens een Deathworm gezien, maar oké. Nee, ik ook niet, maar die zou daar ergens moeten zijn. En ja, ook, die zit als, ja, daar ging hij. Oh. Maar het is ook zo dat als hij op laag HP zit, dan komen de Stone Golems. Dus dat is dan een beetje een indicatie. Klopt. Ja, inderdaad, ja. Oh, dit gaat lekker. Oké, we hebben nog 17 minuten. Als we dat niet binnen die tijd doen, hè, zijn we hartstikke dood. Ja. Dan houdt het gewoon op. Kijk, die damage, jongen. Ik zie de duizend tussendoor. Oh, die Deathworm. Die Deathworm, jongen. Oh, ze gaan kapot. Oh shit, hij komt dichtbij. Ja, pas op. Oh, dit gaat lekker. Dit gaat echt goed. Gaat eten, even goed bijhouden allemaal. Ja. Je moet niet zorgen dat je dorst krijgt of wat dan ook. Ik zie al die T-Rex heen en weer sprinten. Al die T-Rex, hij wordt gesloopt, jongen. Hij wordt gesloopt. En dan schiet hij met die Thorny Dragon staan. De Thorny Dragon. Oh, daar gaat hij weer. Schiet hem arm. Ja, oké, rustig. Yeah, come on. Oh nee, kom dan! Pas op. Ik ben bang! Ja, homing missile, kom. Yeah, kom op, hit hem! Lekker. Hoppa, 1500. Oké, okay, lekker. Oké, okay, hij moet landen. Kom op, T-Rexen! Ja, ze gaan pak hem nou! Af. Weet je wat ook wat zal zijn? Met een grappling hook echt er bovenop gaan staan. Ja! Dat zou ik niet doen. Nee, want dan attackt hij wel. En op dit platform ben je veilig. Ja, dat is waar. Ik heb hem trouwens ook bij me, volgens mij. Oh nee, toch niet. Ja, jezus, wat een damage. Oh, pas op de torporen. Ja. Oh, dit gaat lekker, jongen. Dit gaat lekker. Die T-Rex. Oh, die Deathworm. Ik heb ze goed opgevoed. Ja, zeker. Ze weten wat ze moeten doen. Hopelijk staat de passive healing van dat ene beest aan. Want ik kan hem niet meer zien in het mids. En ik zie geen groene puls. Nee, inderdaad. Oh, dat... Nou, boeien. Maakt niet zoveel uit. Hij doet namelijk amper damage. Ik zie jij een paar damage dingen. Ik zie helemaal niks. Ik zie gewoon echt 1000 en 1900. Ja, alleen... Ja, dat is allemaal groen, maar rood. Rood zie ik niet. Nee, ik denk dat het geel is. Ja, dat is van die Deathworms. Ja, geel, ja. Dat is van die Deathworms. Ja, dat doet gewoon niks. Oh, daar gaat hij, Dom. Ik denk dat die Stone Golem zo meteen al komen, hoor. Ik hoop het wel. We hebben nog een kwartier op de klok, dus dit, ik denk dat dit al te doen is. Ik zie wel een paar bloedvlekjes al, hoor. Ik denk dat die 50% zit ongeveer. Oké, oh, dat gaat goed. Hoppa! Ja, pas op, arm. Ja, ben een beetje... Hij kan hier niet komen, toch? What the fuck doet hij? Nee. Wat? Ik zie hem niet. Don, hij moet mij hebben! Arm, fucking ren weg of iets. Kom hier, stinkbeest, hier. Homing missile op je nek. Trok me dood, man. Holy shit, maar oh, hij attackte me niet. Maar hij wilde het wel. Ja, jongen, het is gewoon dit platform. Nee, dit platform heeft ons wel gesaved, volgens mij. T-Rexen, pak hem. Oh, Deathworm. Ik wil er echt niet in het mid staan, hoor. Dat lijkt me zo. Dan ben je hartstikke neer. Hoppa, daar gaat hij. Ik denk dat die Stone Golempjes al bijna komen, hoor. Ja, het moet echt zo direct gebeuren, joh. We hebben al zoveel damage erop gegooid. Check die damage, ouwe. Hoppakee. Ja, hoor. Hup, nog een Deathworm. Waarom ga ik moeilijk doen met zo'n homing missile? Eén zo'n happy van zo'n T-Rex doet al meer, gewoon. Ja, echt, hoor. Oh, Stone Golems. Ja. Ze zijn er. Echt? Ja, ik zie ze. Nice, ja. Maar hij... Oh, ja. Ja, ik... Ik dus dat betekent volgens mij dat hij op de laatste 20% zit. Yeah, oh ja, ik zie allemaal bloed. Ja. Stone Golem Piece, daar gaan jullie dan. Hoppakee. Als ze, ik wil niet. Oh nee, ijstij, come on. Ga weg dan. Haal deze Stone Golem neer. Hij ramt vol op mijn ijstij. Ik heb geen, hoe heet het? Geen goede gun daarvoor. Oh ja. Shit. Je ziet die zesjes? Ja, dat zou die zijn voor mij. Dat is zo verwaarloosbaar. Dat is al niks. Ah, het ziet er wel leuk uit. Mooi allemaal verspreide damage. Ja, oké. Nee, we kunnen anders ook gewoon onze aandacht blijven focussen op die Manticore. Ja, het kan. Maar ja, ik denk dat, dat de T-Rex daar wel mee dealen. Oh, mijn sniper is stuk. Uh-oh. Knal hem, Don. Knal hem. Heppa. Yo, die Stone Golem gaat gewoon niet neer, hè? Nee, dat is een heel sterk beestje. Ik heb al zoveel kogels om hem geracht. Ga nou eens dood, joh. Hij is geland. Vegen. Oh, Ijstij, ga nou... Hij loopt tegen een muur aan. Wat een droeftoeter. Ja, Ijstij. Nou, ik ga dat spul ook nooit weer drinken, hè. Ik heb het gevoel dat hij echt bijna neer is, Harm. En we hebben nog 8 minuten op de... Of 8 minuten zijn er pas net voorbij. Ja. Oeh, maar ik vrees voor Ijstij. 2 golems nu op hem. Nee, dat ze zoveel damage doen, dat valt echt reuze mee trouwens. Ja, maar al gaat damage. Er één dino aan te pas, dat maakt op zich weer niet zoveel uit. Nee, klopt. Ja, ik heb op U gedrukt, wat doet dat?
USO, dat ze hier niet meer followen. Dus oh, oké, okay, gelukkig. Mag niks. Nee, ik had geen explosieven mee. Tot nee, mijn spijt. Is niet nodig, is echt niet nodig. Wij moeten gewoon toeschouwen hoe onze T-Rexen het werk doen. Ja, eigenlijk wel. Nee, dan had That's ik ook it. Eigenlijk helemaal niet zoveel dat ene spul hoeven maken. Stimulant je en had medical niet room. Eens hoeven komen, weet je dat? Ja, smoel houden. Maakt big doet heel veel werk. Ja. Ik heb nog nul keer zo'n groen dingetje gezien. Ja, omdat in die chaos kon ik die passive healing niet aanzetten. Lekker, lekker, oké. Wat is het? Wat is jij aan het knallen? Een assault rifle. Klinkt wel lekker hoor. Oké, ja, die stone golem gaat gewoon niet neer. Oh, kijk die bloedvlek op die Ja, ik aim wel op dat ding. Ja, die 1100 damage kunnen we echt daar wel goed op gebruiken. Yep. Oh, 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 oppasarm. Oh, daar komt hij weer, stinkhond. Thorny Dragon. Hoppakee, weg. Yes, oké, okay, gelokt. Doei. Pok. Kom op. Ja. Ja. Oh, oh shit. Vuil hij weet hoe hij dit moet omzeilen. Alright, alright. Come on. Lock hem, lock hem, lock hem. Ja, ja. Oh, hij landt, hij landt. T-Rex, ik lock weer. Oh. Pak dat beest. Oh, maar die stone golems doen echt 60 damage. Zo verwaarloosbaar. Ja, die stone golems doen echt geen ene raid. Nee. En de Deathworms doen iets meer, maar ook amper iets. Maar ze zorgen wel voor afleiding. Dat is wel kloten, want nu zitten al die T-Rexen wel klem. Ja, klopt. Ja, dat is het okay, hele ja, oké, okay, go, go, go. Nu. Lock hem op dat beest. Come on. Kill it. Come on. Ja, nu gaat hij eraan. Nu gaat hij eraan, Don. Ik denk echt dat hij bijna dood is. Ja, het moet wel, hoor. Het moet wel. Ziel. Hij bloedt zo erg, jongen. Ja, 10 minuten nog. 10 minuten. Shotgun. Ja, dat wel, dit. Ja. Ik heb nog een groot uit de lucht. Nee. Donderop. Donderop. Dat deed jij sowieso. Want hij vloog. Dus de T-Rex kon nog geen damage doen. Let's go. Wie zegt kom jij aan met je 6 damage? Ik zat jou 6 damage uit te lachen, man. Holy shit. Wat ben jij een hond? Oh, we hebben de manticore-arm. In 10 minuten. Dit kan volgens mij niemand zeggen, ouwe. Ik heb wel eens een manticore uit de lucht geschoten met een shotgun. Dus nee, man, je lult. Kijk dan. Ja, kijk mijn filmpje. Nou, laten we erheen gaan. Waar ligt dat beest? Want hij heeft als goed is shit bij zich. Ja, oh, elk beest is ook dood? Oh ja, ik ja, zie alles het. Is dood. Dat is wel tof. Hij ligt hier. Ja, wacht even. Ik wil het ook zien, Harm. Ja, dus ik... Ja. Kom maar hierheen. Ik ben level up trouwens. Ja, ik ook. Joe, 3 levels omhoog. Oh, melee damage. Melee damage gaat... Oh nee, ik ga movement speed uppen. Oké, okay, ik doe movement speed ook wel. Goed zo. Ja, ik ging ook 6 levels Oh shit, omhoog. We gingen terug teleporteren, of niet? Nee, 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 nee. Oh my god. We hebben oh nee, gevoet. Oh nee. Het is gewoon lag, het is gewoon lag. Serieus? Het was gewoon lag. Ik dacht dat ik terug geteleporteerd werd. Waar ben ik? Ik ben bij de groene straal. Oh nee, we zijn wel terug geteleporteerd. Ah! Wow, ik ben gegrepen door een krokodil. Ja, al die T-Rex gaan erop af. T-Rexen, ja, passive. Daar is niks meer van over. Oh, ah, verdomme, nu hebben die 7-Up is knocked. Ja, 7-Up is knocked out. Die zijn een paar knocked out. Maar er is niks dood gegaan, daar ben ik echt blij mee. Ja, dan zouden we een bewijzen van zo weer kunnen doen. Eigenlijk wel, en ik wil het ook eigenlijk best wel graag doen. Oh, wacht, anders gooi ik even wat stimulant in hem, joh. Ja, wordt hij wel cool. Wakker? Hoppakee. Ja, ja, ja. Ja, we kunnen nu wel gewoon huilen dat we die trofee niet hebben. Die hebben volgens mij... Oh, we hebben hem wel, ouwe. We hebben hem gewoon in onze inventory. Manticore Flag en Manticore Shield. Oh, oh ja, ja, ja. Ja, maar hij dropt toch ook een blueprint? Ja, of hij... Nou, dat weet ik zo niet. Ja, hij dropt... Geen idee. Waarom is er zo'n verschrikkelijk rode gloei? Ja, echt. Het is echt erg. Maar, de grap is... We hebben nu die trophy niet, maar... Gelukkig ben ik naar de Wyvern Riders gegaan... En hadden hun er toevallig nog eentje liggen. Dus ik heb er één. Ik heb een Manticore trophy. Serieus? Ja, ik heb er één. Die heb ik, oh heb ik ja, vorige... die hoofdtrofee natuurlijk. Ja, die heb je als het goed is namelijk ook niet. Nee, die heb ik niet. Dus we hebben nu alles, dat is super chill. We zouden het echt bewijs van gewoon nog een keer kunnen doen. Ja, maar weet je wat is? We hebben veel te weinig talents. Oh bedoel, god, ja. Ja, nee, ik heb er ook echt ding. Te weinig dan. Ja, we hebben er 20 nodig. En daarnaast moeten we ook level 95 zijn. En dat zijn we als het goed is nu wel. Ja, nu wel, 96. Ja. Jij net 95. Dus we zouden kunnen doen. Nee, ik ben 98. Wat? Ja. Och, ja, omdat jij... Ik maar schoot hem uit de lucht, dude. Hè. Dus ik kreeg de winning ouwe. Kill. Ouwe, ja. Maar weet je hoe fucking veel dat scheelt? Jij was eerst, was jij 92, ik 93. En weet je hoe langzaam je levelt? Ja, dat weet ik. Holy shit.
Oh, en al die T-Rex zitten ook allemaal deathworms, jongen. Holy shit. Ja, daar zitten al die, hoe heet het, in, joh. Ja. En al dat bloed, leech blood, ik weet niet wat het is. En black pearls en... Ja, niemand die het weet. Even kijken, heeft mijn biggetje ook wat daarvan? Gewoon helemaal niks. Het heeft enorm veel prime meat zelf opgepakt. No passive healing staat er ook nog bij, oftewel niks gedaan. Ja, nee, doet hij het nu maar even. Goed gedaan, ja, hoor, biggetje, goed gedaan. Ja, ja. Ik ben trots op hem. Zijn aanwezigheid telt wel. Ja, 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 ja. Ik heb hier ook Angela de Gel, heb ik. Ook al kunnen we zelf ook die Black Pearls maken, dat er niet ja, van. Ja, klopt, maar ja, toch is wel lachen, joh. Is wel lachen. Jawel, is wel leuk. Fucking CC is 9 levels omhoog gegaan. Ik gooi het wel bij insane. Health en melee. Insane dit. Uh-oh, Rampage. Rennen voor je leven dan! Oh, jezus, jezus. Ik ga even op mijn biggest staan, hoor. Ja, is goed. Ik kom eraan. Tering veel rexen. Ja, ik zie ze echt wild worden. Ze zijn hongerig. Ze hebben hard gewerkt. Ja, ja, ja. Anders laat ik mijn biggetje er wel even tussen staan. Voor gewoon die passive healing. De healers ook gelijk even. Wat de heck zie ik hier? Dit heb ik nog nooit gezien. Bigfoot, ouwe. Wat? Een megatherium. Wat is dit? Holy shit. Is hij agressief of niet? Dat weet ik niet. Deze heeft... Oh, de sabeltand wel, maar de megatherium niet. Wacht, laat me met de shotgun. Fucking bitch. Nou, wat gaan we doen? We kunnen hem tamen. Ja, kan. Maar ik denk dat het een herbivore is dan. We kunnen hem ook vies wat afknallen, doe. Jij hebt al je raket klaarstaan. Dan pak ik mijn shotgun wel. Ja, ik zou het even kijken. Gap! Oh, ik mis. Wat? Je hebt de muur achter gesloopt. Ik schiet naar voren. Hoezo schiet ik naar achter? Ik schoot letterlijk naar voren. Ik nou, zag ja, het. Nou ja, wat is dit nou? Oké, nou, dan ga je dood. Wat doet die ding? Stop! Je bent je eigen basis aan het slopen. Wat? Nee! Oké, al die fakkels zijn stuk en alles is hier stuk. Oké, dit is niet de bedoeling. Dit ding schiet anders achterstevoren, Don. Ja, ik ga even kijken bij zo'n megatherium. Even kijken wat het is. Mammal, taming... Mijn volledige... Oh, het is wel een vleeseter. Maar hij is niet agressief. Oh, dit moet ik zo echt allemaal even fixen, want mijn basis is gewoon. Ja, god, je zo. Basis is naar de kloten. Nou, valt op zich wel mee. Muurtje kapot en dit is even kapot. Nou, oké. Ja, ik wil hem afknallen, man. En waarom? Ik bedoel, wil je hem echt niet hebben? Het is een harig beestje en ik denk als ik een vuur-arrow in heb schiet dat hij helemaal dood brandt. Eens even kijken. Able to... Oké, het is een gatherer. Je kan hem bijvoorbeeld chitin mee gatheren. Daar doet hij 200% damage op. Mm-hmm. Oh, nee. Never mind. Dat is iets anders. Ja, chitin kan hij makkelijk verzamelen en het is een berry en fiber verzamelaar. Dus, ja, nou ja, wat hebben we daar nou, hè? Nou ja, misschien voor een andere keer weer. Maar wil je schieten? Wat denk jij? Ik wil je shotgun nog wel eens in actie zien. Oké, 3, 2, 1. Ja. Hoppa. Oh, dit is erg, ouwe. Zo'n... Hij deed geen vlieg kwaad. Nee, en nu brandt hij op. Zie hem opbranden. Holy shit, oké. Don, ik denk dat wij hier niks meer te zoeken hebben. En dat klinkt heel direct en best wel kut misschien voor vele kijkers. Maar we hebben alles gedaan. Het is tijd voor iets nieuws. Ja, Don. Volgens mij wordt het ook tijd voor een nieuw avontuur. Ik zal in ieder geval even teruggaan naar mijn basis. Zal ik kak even opstellen. Ja. Mijn biggetje pak ik er dan ook wel eventjes bij. Prima. Dankjewel voor dat avontuur, Harm. Geen probleem. Dankjewel voor de T-Rex. Het was een genoegen. Ja, dat sowieso. En ik stel voor dat we nu weer even ons eigen pad gaan en dan zie ik je volgende week wel weer. Ik denk dat het handig is dat we wat briefcontact houden en dat we elkaar in een nieuwe wereld zien of in een nieuw gebied, Don. Oeh, ja. Is goed. En ik ga mijn bezem even een beetje in orde brengen, want dit kan niet. Ik kan het niet achterlaten, hè? Dat kan niet. Maar dit was hem dan. Ik denk het ook. En ik zie je, makker. Ja, in de goed. Volgende wereld. Ja. Later. Ik ben nog niet weg. Oké, ik ga weg. Doei. Oh, oké. Een slechte afscheid nemen. Ik heb hier een Tawny Dragon. Fucking Tawny Dragon. Sorry. Ik ben helemaal klaar met Scorched Earth. Kunnen we niet gewoon een normale ark? Dan hebben die kutbeesten niet. Kut Tawny Dragon. Nou, daar gaat hij, jongens. Tot ziens, Don. Daar gaat hij. Ik raag al nog één keer in zijn mooie vogel die. Nou, daar gaat hij. Wat ben ik blij. Wat ben ik ongelooflijk blij. We hebben dit gewoon gedaan. We hebben de eindbaas van Scorched Earth verslagen. Hey. Ongelooflijk. Ik moet eerlijk zijn. Deze serie, ik vond het... fenomenabel.
uitmuntend. Ik vond het echt prachtig om dit te doen. Scorched Earth was echt geweldig. Ik knal dit beest even af, want hij is echt flink vervelend. Ik weet niet wat ik nog aan toe moet voegen. Het was echt ontzettend leuk. Ik zal zo alle rampage even opruimen. Al die beestjes even netjes weer opstellen. En de baas weer even in orde brengen. En het is tijd voor een nieuw avontuur, jongens. Dit was ongelooflijk vet. We hebben hier echt ongelooflijke vette avonturen meegemaakt. En weer zo'n schei T-Rex die het allemaal weer wil verpesten voor mij. Wauw, dit was echt geweldig. Ik wil jullie al deze afleveringen bedanken voor al jullie support. Het was ongelooflijk vet om dit voor jullie te doen. En mede door jullie hype en mede door al jullie support. En omdat jullie dit zo ongelooflijk tof vonden, daar ben ik jullie echt ontzettend dankbaar voor. En binnenkort gaan wij met iets misschien nog wel vetters komen. En jullie gaan het allemaal zien. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Doe allemaal massaal een duimpje omhoog voor deze video. Voor deze serie. En laat nog even al je hype voor Scorched Earth weten. Ik ben heel erg benieuwd. Mensen, het was me genoegen. En ik zie jullie in de nieuwe wereld. Met al mijn compagnons en mijn makkertjes. Mensen, later.